De Carmen gaat over de liefde. Over iemand die wil dat de liefde onvoorwaardelijk is. Oftewel, dat de liefde nooit betekent dat je opgesloten wordt in een kooitje. En allerlaatste heb ik de liefste mee zo heen. Spring achterop de fiets. Het is een Spaanse opera, hij is geschreven in het Frans. Wij doen hem in het Nederlands, omdat wij proberen om een zo direct mogelijke verbinding tussen het innerlijk van Carmen en de boodschap te krijgen. En daar heeft Karel Alphenaar een geweldige vertaling voor gemaakt. Haar bohemianschap heeft ze vertaald. Haar vrijheid heeft zich, wordt verbeeld door het feit dat ze rijk is. Dat ze geld heeft. Haar José is haar advocaat. En ze heeft gesjoemeld met aandelen. Gewoon omdat geld er niet van doet. Dat is onze bewerking. Muzikaal gezien is het de Carmen van Bizet. Eigenlijk. Maar dat is natuurlijk niet interessant. En dat is ook niet de reden dat ik het doe. Want ik ben al wat ouder en ik zie niet de Carmen. Dus een Carmen. Iemand die 57 is, leeft nog helemaal, totaal. Is totaal nog seksueel. Ik hoop dat wij door deze voorstelling kunnen laten zien dat het de misvatting is van de buitenwereld. En dat de innerlijke wereld, de innerlijke kracht en de innerlijke seksualiteit nog helemaal totaal overeind staat, ook al ben je 57. Zij verdedigt op een demagogische manier, verdedigt ze die vrijheid van die liefde. Zo hard dat jij en ik denken, ja, dat is de echte liefde. De echte liefde is de liefde die onvoorwaardelijk is. Nou, op het moment dat je de Carmen laat zingen door iemand van de leeftijd van Lucia, dan hoop ik dat je denkt van, ja, maar het is meer dan dat. Het bestaat niet. Echte liefde is ook iets anders dan alleen maar dat ene moment. Mijn Carmen gaat over de vraag van, is er een liefde voorbij de liefde van de originele Carmen?